Hier, huur je een Hugo in? Denk je dat het wel goed komt? Laat die los zichzelf neerschieten. Waar is toch de betrouwbare Hugo gebleven? Nou ja, hij houdt blijkbaar wel zijn mond over zijn opdrachtgever. Waarom hebben ze die Lindhout dan opgepakt? Vanwege zakelijke transacties tussen hem en Moors. 10 miljoen hebben die gasten witgewassen. Dat bewijst nog niet dat hij Moors wilde vermoorden. Nee, precies. Dus het OM heeft ongetwijfeld nog ergens een konijn in een hoge hoed zitten. Hier, jij hebt hem gewoon. Lekker pennetje. Ja, lekker pennetje, ja. Van mij mogen die Lindhout en die Hugo samen de bak in totdat ze er samen dood uitkomen. Oh, 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 zo praat je niet over een cliënt, dingetje. Pas schuldig na veroordeling, hoe vaak moet je dat nog zeggen? Nou, Pim, sorry hoor. Maar waarom moeten wij die types bijstaan? Iedereen is voor de wet gelijk. Ja, die ken ik nou wel. Maar dat Gaius kan zich wel de beste advocaten veroorloven, terwijl anderen überhaupt geen advocaat kunnen betalen. Ho, 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 pro deo zaken doen wij hier ook. Ja, maar wel steeds minder, Pim. En jij schuift jou altijd lekker door. Hier, een advocaat die zo'n man vrij krijgt, is wat mij betreft net zo erg als de crimineel zelf. Was getekend Gijs Moors, zoon van. Hebben jullie al rare dingen meegemaakt? Nee. Ik zal maar uitkijken. Echt, ik meen het. Jongens, ik moet vandaag naar een opfriscursus, maar ik heb een prodeo. Ik kan niet, ik heb zitting. Ik doe bolletjes op Schiphol. Ik doe niet aan met Pim. Zie je nou wel? Dat de prodeo kan barsten? Hebben jullie geen hart? Ik heb een hart, Simone. Maar ik heb ook een opfriscursus en wel over een uur. Pim, heb jij Ricky nog nodig? Ja, natuurlijk heb ik Ricky nog nodig. We doen samen deze hele zaak. Maar je hebt je pleidooi toch af? Ja? Nou, dan heb je Ricky niet echt meer nodig. Ria de Jager heeft gedreigd de burgemeester te laten vermoorden. Het is ontzettend fijn dat je dit voor mij wilt doen, Rick. Lina, ik stort me al weken op die zaak van Lindhout. Kan Marius dat niet doen? Kan Marius wat doen? 2 keer graag, schat. Toevoeging. Nee, kan Marius niet doen. Marius heeft vanmorgen een verhoor en vanmiddag een loodzware echtelijke verplichting. Namelijk de uitverkoop. Alsjeblieft. Nou, kijk eens aan. Hebben we toch nog een advocaat gevonden. Ik spoek me naar mijn bolletjeslikker. Bordeo, trouwens. Ja, ik ga ook. Doeg. Ik ben ook weg. Marius is net weg. Dat weet ik. Maar kom alleen maar even parkeren. Fien! Nou ja. Marius is net weg. Ik weet het. Hij is net weg. Nee, maar kom alleen maar parkeren. Oh, maar de mijne staat er al. Ach. Oh, nee. Mag het. Voor deze keer. Alsjeblieft. Je bent de lieve. Koffie? Ah, eentje. Komt niet vaak voor, hoor. Goeie kantoorkoffie. Dat zal die gaan missen. Missen? Nou ja, jullie gaat hij natuurlijk ook missen, maar het houdt een keer op, hè. En ik ben er wel blij mee. Eindelijk tijd voor ons twee. Ah, lekker. Merk jij het al aan hem? Beetje melk graag. Wolkje. Ik merk het wel, hoor. Thuis loopt de fluiten, die man. Nee, dankjewel. Wat gaan jullie doen straks, oh, samen? Kind. Plannen. Zoveel plannen. Ik krijg nog spijt dat ik hem zo lang heb laten doorgaan. Maar nu halen we de slag in, hoor. We hebben al een huisje op het oog. In Frankrijk. Oh, boven Toulouse. En vlakbij zo'n echt oud Frans dorpje. Je kent dat wel met een cafeetje en de boulangerie.
En allemaal oude mannetjes die elke dag op hetzelfde oude bankje zitten. En verder niks. Helemaal niks. Lezen. Eindelijk al die boeken lezen. En Marius wil zijn eigen wijn gaan verbouwen. Oh. Nou ja, hij moet natuurlijk wel wat om handen hebben. Ja. Ik kon de mijnen pas 3 straten verderop kwijt. Geeft niet hoor. Alsjeblieft. Nee, hartstikke bedankt. Nou, Marius komt mij straks ophalen in de stad. Dametjes, veel succes vandaag. Heb ik je helemaal niet gesproken? Nou, wat geeft dat? Komt wel bij het afscheid. Nou, dan. Ik kom al uit. Afscheid? Ja, afscheid, ja. Van wie? Marius. Hij stopt ermee met werken. Dat meen je niet. Hij gaat met Fien naar Frankrijk. Wanneer? Volgens mij al heel snel. Zo klonk het tenminste. Ik heb een pakketje voor Pim Batenburg. Ja, kom maar hier met het ding. Ik moet een tekening voor ontvangst. Nou, ben ik halverwege de baaiers, belt het OM dat er een pakketje voor... Dat pakketje? Hier doen we even blablabla bla bla in de zaak Lindhout, blablabla, bla bla, toekom. Oostwegel stuurt bewijsmateriaal op de dag van de zitting. Cookie gaat weg. Er zijn weinig dingen... Hè? Wat? Marius gaat met pensioen. Wanneer? Heel snel. Ach. Nou ja, zat er aan te komen. Aan te komen? Hoe kom je daar nou bij? Er zat helemaal niks aan te komen. Popje, ook advocaten worden oud. En hoe moet het nou met ons? Heel simpel. We maken na een gepaste periode van rouw en reflectie heel nuchter weer een nieuw begin. Ik stel voor dat we weer eens een nieuw jonkie aannemen. Ik wil geen jonkie. Ik wil Marius. Dat is een beetje oneerlijk naar Fien. Of ging jij soms vanuit dat Koek in het Haarland zou sterven? Waarom niet? Ik ben het trouwens helemaal eens met de regering. Doorgaan, zolang je je goed voelt. Werken is een medicijn tegen een heleboel kwalen. Nou, daar denkt Marius dus anders over en dat is een goed recht. Het lijkt wel of het jou helemaal niks kan schelen. Popje, laten we ophouden met de kampioenschappen afscheidsverdriet. Hij gaat weg en het is gewoon zo. Oh, wat ben je toch een ontzettende kille man, hè? Moet ik ook nog naar die opfriscursus? Nou, ze vissen maar iemand anders op. Ik spijbel. Ik wil dat die kabouter naar Pinkeltjesland wordt gestuurd. Pinkeltjesland? Ja, Pinkeltjesland. Je weet toch wat dat is, Pinkeltjesland? Zo snel mogelijk. Een week. Kan dat? Nou, kan niet wat sneller. 2 dagen. Oké. 5. Wie zijn dat? Lindhout en Kovacevic. En dan is die kabouter zeker Moors? Mm-hmm. 5. 5. Take it or leave it. Oké. Okay. Wat een lul die Oostwegel. Had die tap natuurlijk al weken liggen. En nu? Naar Lindhout. Daar zal hij niet blij mee zijn. Collega had je er niet, het dingetje van de hoge. Nee, Happe, die is verhinderd. Ja, de baas is deze vergeten. Dat kun jij die even geven? Nee, het is verboden. Ik ben advocaat, weet je nog? Pas maar op, Waterburg. Baas heeft een boel vijanden. Wat bedoel je? Dat je je vrienden misschien in ere moet houden.
slecht nieuws. Je bent getapt met de Yugo. Zo wat? Een gesprek over een kabouter. Pinkeltjesland? Kabouter? Pinkeltjesland. Alles goed, Pim? Ik heb niet veel fantasie nodig. Wat denk jij nou? Dat ik via de KPN een afrekening bestel alsof het een pizza is? Luister, Hans. Het is vandaag zittingsdag. Mijn pleidooi is dun als rijstpapier. Met die tap is Oostwegel binnen en ik heb niets, want jij zwijgt al sinds het begin. Moors wilde mij afmaken. Dat had ik via de lange niezel gehoord. De eigenaar van die hoerenkit daar, die vertelde dat Moors alles via hem wilde regelen. Dus toen heb ik Kovacevic gebeld. Natuurlijk werd ik getapt. Daarom ga ik niet over een afrekening beginnen. Maar over kabouters en pinkeltjesland. Ik heb niemand opdracht gegeven om welke Paulus of Plop ook om te leggen. Jullie gingen akkoord met de prijs. 5 × 10 ruggen? Ja, dat doet er niet toe. Het is een deal. Ik heb geen deal gemaakt. 5 vond ik veel te duur. Ik heb die deal pas veel later gemaakt. Voor 4. Wie vertrouw je nou? Wie is je klant? Hoe denk je dat ik een politietap kan ontkrachten? Met mijn eigen tape. Wat bedoel je? Ik tape al mijn gesprekken. Ook die van Kovacevic? Ja. Waar ligt die dan? Kijk. Nou wil Kabouterpim ineens wel vet verbranden. Hè? Happen weet waar die tape is. Als jij daar nou iets moois mee doet, dan ben je je geld misschien waard. Ik hoop dat je goed zit, anders verwacht ik een eis van 20 jaar. Nog even over die biecht van mij, van de lange niezel. Tuurlijk, hou ik voor me. Ja, anders krijg jij een mooi plekje in de tuin van mijn buitenhuis. Vlakbij een rode paddenstoel. Je zou naar een opfriscursus. Deur dicht. Als Ricky me ziet, word ik geliquideerd. De hoeveelste is dat? 2e. Minimaal de 4e dus. Bel zo'n taxi. Niks ervan. Ik kan buitengemeen goed tegen drank. En ik wil absoluut niet naar huis. Ik ben gewoon boos. Boos? Op wie? Ik weet het natuurlijk al weken. Maar vertel Omar. Nou, meneer de Boer is nog niet met mij klaar. Hebben jullie wel eens iets met elkaar gehad? Simone. Marius is mijn vader. Je vader? En dat weet niemand? Oh, wat ben jij toch een uitflapperige wicht. In het eerste semester van de UvA kregen we grondslagen van het recht van ene Marius de Boer. En de eerste keer dat ik bij hem de collegezaal binnenwandelde, schrok ik. Want daar stond mijn vader, maar dan in een soort ontdooide versie. En ik was toen nog niet helemaal volwassen, denk ik, want ik deed ontzettend mijn best voor hem. En haalde de hoogste punten. En zo ben je in de zaak gerold. En nou gaat hij weg. De stiekemert. Iets voor me doen. Ik heb van je baas een tape nodig van een van zijn telefoongesprekken. Hier, datum en met wie. Komt de bakker. Ik moet hem voor de zitting hebben, dus voor 3 uur. Dat is geen probleem. Oké. Okay.
Pim. Is Marius er? Nee. Wed er maar vast aan. Er lag een man onder mijn auto. Buitengewoon onplezierig als... Als geen monteur is. Een man? Hoe bedoel je? Bij de parkeerplaats van de Baaiers. Ik kom net van Lindhout. Ik zal wel gek zijn, maar ik heb... Geen zin in een bom onder mijn auto. Simone had het ook al over een vreemde snuiter hier rond kantoor. Hé, wat? Doe mij een lol en neem een taxi. Oké. Stuur jij een mannetje om mijn auto te checken? Doe ik. Goed, tot zo. Ik dacht dat jij hem moest opfrissen. Klopt. Maar Fien kwam lang. Had even gebeld. Had ik met Pim meegekund. Ricky, je luistert niet. Jawel, ik hoor je wel. Jij hebt hier de hele ochtend gezellig met Fien zitten beppen, terwijl ik me rot heb gezocht naar jouw cliënt. Tot bij het leger er zelfs aan toe. Weet je wat? Neem die zakelijke terug. Succes ermee. Ho, wacht eens eventjes. Dit is nou precies waarom dat soort zaken zo goed voor jou zijn. Ze zetten assenpoester weer met blote voetjes op de koude grond. Ik doe altijd mijn best. Voor iedere zaak. Maar dit pik ik niet. Niet alles draait om jou. Het zou fijn zijn als dat eens tot je doordrong. Waar slaat dat op? Wat was dat? Niks. Fien was hier net. Oh ja? Ja. Om gratis te parkeren, zeker? Ja, inderdaad. Ze vertelde dat jij weggaat. Nou, nee. Nee, ze vertelde het niet. Ze veronderstelde dat wij het al wisten. Dat is erg vervelend, ja. Sorry. Sorry? Nou, sorry hoor, Marius. Ik ken jou al 25 jaar, maar ik snap dit niet. Ja. Ik doe dat voor Fientje. Ze heeft er recht op. Je bedoelt... Jij wilt liever niet. Fientje wil er gewoon graag op uit. Maar als het aan jou ligt dan? En Zuid-Frankrijk. Ze heeft het al jaren over om daar een huisje te kopen. En het klimaat is er natuurlijk ook fantastisch. En ze wil dat tuinieren en ik kan gaan golven. Ja, Marius, ik begrijp Fien heel goed, maar... Ik zou het zo vreselijk vinden als jij weggaat. Je zit zo in alles hier. Ik vertelde Simone net over mijn eerste college bij je. Grondslagen van het recht. Ik kwam te laat. Maar toen kwam je ook binnen. Nina Bisschot, 18 jaar. En wat een krullen. Neem niet kwalijk, professor. De brug stond open. Ja. En op je ongetwijfeld prachtige tenen sloop je de collegebank in. En stelde meteen een oerstomme vraag. Wat zei jij dan altijd? Dan zei ik altijd... Het verstand komt met de jaren. Of nooit. Kruiser in de woord, advocaat. Goedemorgen. Met wie? Moment. Ricky. Volgens mij is dit die mevrouw van je. Verbind maar door met Nina. Waar ga je naartoe dan? Weg. Ik ben geen 12 meer. Assepoestige lul. Mevrouw? Hallo? Nina, die vrouw van die dreigbrief die belde net. En ik... Die kan wel even wachten. Wil jij alsjeblieft de garage bellen? Of ze een mannetje naar de baaien sturen? Daar staat Pim zijn auto op de parkeerplaats. En of ze hem van onder tot boven willen onderzoeken op een... Op een bom. Op een bom? Ja. Zeg maar dat Pim een gevaarlijke crimineel als cliënt heeft en dat hij een man onder zijn auto zag rommelen. Oké. Meneer Oostvegel. Ah,
De heer P. Batenburg. U ziet, ik heb zelfs geen tijd meer om behoorlijk te lunchen tegenwoordig. Mandarijntje? Ja, oh nee, ik was vanmorgen niet blij met de post. Kon niet anders, helaas. Mag ik vragen naar het waarom zo laat? En of dit misschien de gewoonte gaat worden van het OM? Ik kan u verzekeren, ik was net zo verrast. Al moet ik toegeven, wel blij verrast. Maar ik kan nu mijn pleidooi gaan bijstellen, op het laatste moment. Meneer Batenburg, de afgelopen 2 jaar hebben we een grote schoonmaak gehad in de Amsterdamse onderwereld. Wellicht is u niet ontgaan dat Jan met de Pet denkt, opgeruimd staat heel netjes. En vooral op deze, laten we maar zeggen, van staatswegen ongesubsidieerde wijze. Maar we hebben onze plicht. En die roept luid. Zeer luid. Ik ben heel blij met deze tap en ik zie uit naar de zitting. Zo. Zijn er nog meer verrassingen te verwachten? Volgens mij niet. Maar ja, u weet hoe de Grieken over de toekomst dachten. We lopen er met onze rug naartoe en zien slechts het verleden. Dank u voor uw filosofie. Ik zie u op de zitting. Denk jij dat Pim overdrijft? Hij heeft er een handje van. Ja, maakt niet uit. Als hij denkt dat er reden voor is, dan moeten we elk risico uitsluiten. Of was het alleen maar om gerust te stellen. Hoe laat is die zitting? 3 uur. Maar ik kom nog langs kantoor. Fien. Fien? Ja, ik zou met haar naar de PC gaan. Ga je afbellen? Het is overmacht. Crisis op kantoor. Voicemail. Mazzelaar. Ja, Fien. Er is hier ineens een ernstige situatie ontstaan en Nina vraagt of ik wil bijspringen, dus ik moet helaas afzeggen. Ik vind dat reuze jammer, want ik had me er echt op verheugd, maar ik vertel het je allemaal vanavond wel. Ja, dag. Ik had me er echt op verheugd. Dat is iets te veel, hè? Ja. Zo. Meneer de tussenuitknijper. Mea culpa, maxima. Ja, ja. Haal de kroonprinses dan maar bij. Ik hoop dat de geranium snel je neus uitkomen. Wat hoor ik? Heeft Lindhout jou vanmorgen bedreigd? Nee. Nou ja, ja, indirect wel, ja. Pim, snel. Je zaak komt zo op tv. En hier werd Moors dus vermoord. Voor zijn eigen deur. Ik praat met zijn zoon Gijs om erachter te komen wat hij weet van de witwaspraktijken van zijn vader bij topcrimineel Lindhout. Hoe komt u erbij? Justitie zegt toch over hele duidelijke aanwijzingen te beschikken? Onzin. Mijn vader was gewoon een projectontwikkelaar die misschien 1 keer zaken heeft gedaan met Lindhout. Wat denkt u dat het motief was voor de moord? Afpersing. Mijn vader werd door Lindhout afgeperst. En is hij daarmee naar de politie gegaan? Nee, wat heeft dat voor zin? Het zijn schoften, die Lindhout en zijn vriendjes. Het staat nog niet vast dat Lindhout schuldig bevonden wordt. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het een grof schandaal vinden als deze crimineel vrij uit zou gaan. Ik denk dat heel Nederland het met me eens is. En ik denk dat zijn advocaat dat ook wel begrijpt. Wat zou de reden kunnen zijn dat Lindhout Moors uit de weg wilde ruimen? Afpersing, zoals zijn zoon suggereert? Misschien. Maar uit zeer betrouwbare bron kwam een hele andere verklaring. Volgens deze bron was het precies andersom. En liep Moors al een tijd met plannen rond om Lindhout uit de weg te laten ruimen. Met een eigenaar van een bordeel op de Lange Niezel zou hij daarover al een aantal gesprekken hebben gevoerd. Blijkbaar was Lindhout erachter gekomen en werd de liquidatie van Moors een feit. Nou, ook dat nog. Ligt dat ook al op straat? Wat? Dat van de Lange Niezel. Dat heeft Lindhout me 2 uur geleden in vertrouwen verteld. En nu komt Van der Gester mee met zijn zeer betrouwbare bron. Nou, dat kan toch ook ergens anders vandaan komen? Ja, vertel jij dat aan Lindhout? Hans, even voor de duidelijkheid. Ik heb natuurlijk, niemand... Natuurlijk, meester. Maar de persoon die dit heeft rondgeluld mag heel goed over zijn schouders gaan kijken. Wie het dan ook is. Heb je dat tapeje al? Nee, ik wacht nog op Happen. Ik hou je op de hoogte. Pim, ik wil dat je van die zaak afgaat. Nee, dat kan niet. Als ik Lindhout nu laat vallen, dan is het net of ik schuld beken. Dan wil ik politiebescherming voor je. Popje, dat vind ik echt overdreven. Laat Lindhout dan in elk geval voor de zitting weten dat dit het laatste is wat je voor hem doet.
Nou, meester, we hebben een probleem. De Jut bewaakt ook het buitenhuis. Ah, shit. Dat is... Ja, geboortekanaal, 3 letters. Ik heb een mannetje geregeld die iets via het dak kan proberen. Lenig type. Maar die moet uit Den Haag komen. Is toch niet zo ver? Nee, maar die staat dus in de file. Oh. Ja, ook onze bedrijfstak heeft daar veel last van. Als je die tape hebt, stop hem in een blanco envelop, zodat ik niet weet waar die vandaan komt. Ja, komt voor de bakker. Ik vind het heel erg dat je weggaat. Heel erg. Het is ook gezond. Voor mij, voor het kantoor. Ook voor jullie. Waar is Ricky? Geen idee. Doe maar. Even zitten tegen en we blijven maar meteen weg. Ach ja, andere spijbelen van een opfriscursus. Jongens, ik ben weg. Ja, sterkte. Wacht even. Nee, ik ga met je mee. Geen gemekker. Wil jij een taxi? Dus als Happen niet met die tape komt, dan gaat het een heel korte zitting worden. Heel jammer. Maar dan wordt Lindhout veroordeeld en ben jij van het gedonder af. Ja, maar ik wil er wel alles aan gedaan hebben. En voor jezelf of voor die Lindhout? Allebei. Wist jij dat 1 op de 3 uit ons vak wel eens bedreigd wordt en met 2% doet aangifte? Zegt genoeg, toch? Maar je zegt gelijk, dit is het laatste wat je voor die man doet. Ja, ja. Hoor je me? Zeg even voor de duidelijkheid, zelfs met dat tapeje van je weet ik niet of wij die zaak gaan winnen. Met dat tapeje kan zelfs een dode advocaat die zaak winnen. Bim. Bim. Sorry. Moment, ben zo terug. En? Hebbes? Staat hij op scherp? Heb je hem beluisterd? Nee. Zeg, hoe had ik dat moeten doen? Ik heb geen cassette recorder. Ze hebben hier toch wel eentje? Nee. Daar moet je zelf voor zorgen. Cassette recorder? Die zijn toch al lang uitgestorven? Nee, dat ligt er ergens in de kast. Welke kast? Ik moet dat ding zo snel mogelijk hier hebben. Happe heeft de tape. Die wacht hier op de gang. Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Meerdere malen werd geld van de heer Moors gestort op een bankrekening op de Cayman-eilanden en deze bankrekening behoorde toe aan de heer Lindhout. Ten slotte, meneer de voorzitter, zou ik de rechtbank willen vragen om even heel goed naar de volgende tap te luisteren. Mevrouw de griffier, gaat u gang. Ik wil dat die kabouter naar Pinkeltjesland wordt gestuurd. Pinkeltjesland? Ja, Pinkeltjesland. Je weet toch wat dat is, Pinkeltjesland? Zo snel mogelijk. Een week. Kan dat? Nou, kan ik niet wat sneller. 2 dagen. 5. 5. Take it or leave it. Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw de griffier. Ja, het lijkt me duidelijk. Er is hier sprake van onderhandelingen tussen enerzijds de heer Lindhout en anderzijds de heer Kovacevic. En ik zou de heer Kovacevic graag willen oproepen om deze tap te bevestigen. Zo, bolletjes liggen ook weer blij. Ik ben nog ergens een overhemd liggen. Ja, boven, bij Pim. Dit? Ja. Zoek je batterijen. Nou, moet maar dan. Meneer Kovacevic, wie was de kabouter waar u het met Lindhout over had? Kabouter?
Ik weet niet. Ik kan het gesprek niet herinneren. Kunt u zich niet herinneren? En Pinkeltjesland? Pinkeltjesland, daar woonden de kabouters. Meneer Kovacevic. Sorry, meneer rechter, ik kan me echt niet herinneren van deze gesprek. Meneer de officier? Ik heb verder geen vragen. Dat de heer Kovacevic zo slecht geheugen heeft, is natuurlijk erg jammer. Maar dat doet niets af aan de inhoud van het gesprek. En die inhoud is glashelder. Een deal wordt gesloten. Prijsafspraak wordt gemaakt. En 3 dagen later wordt de heer Moors op gruwelijke wijze vermoord, meneer de voorzitter. Meneer Batenburg. Meneer de voorzitter, ik zou graag een nieuw bewijsstuk willen inbrengen. Stel je voor dat we op tijd klaar zijn. Ach, laat ik het zo zeggen. Het OM bezorgde mij vanochtend pas een CD-ROM. Ik doe slechts een duit in hetzelfde zakje. Om wat voor bewijsstuk gaat het? Het gaat om tegenbewijs in de vorm van een tape. Ik heb hem nog niet in mijn bezit. Hij is op dit moment onderweg naar de rechtbank. U heeft het bewijsstuk niet eens in bezit? Nee, maar ik acht het van grote waarde voor de verdediging. Ik verzoek daarom om een korte schorsing. U krijgt 10 minuten, geen seconde langer. Dank u. Ik hoop dat je het bij het goede eind hebt, Hans. Anders ga ik hier af als een gieter. Oostwegel. Wat? Nee, niks. Ah, goed zo, jongens. Maar nu? Vervolg van de zaak Lindhout. Dus als jij nou wat leuks aan doet, dan regel ik dezelfde. Ik zoek een kabinet. Niet op vrijdag ook weer heen en weer rijden. Zonder de zaak Lindhout zit. Ook naar de zitting vergeten. Moment nog. Pinkeltjesland, ja. Je weet toch wat dat is, Pinkeltjesland? Zo snel mogelijk. Duim voor me. Meneer Batenburg, in het circus, heb ik begrepen, bewaren ze de beste nummers voor het laatst. Laat ons nu eens even kijken of het kaartje ons geld waard is. Ik laat u het bewijsstuk meteen horen. Dat spreekt vanzelf. Ik wil dat die kabouter naar Pinkeltjesland wordt gestuurd. Pinkeltjesland? Ja, Pinkeltjesland. Ja. Je weet toch wat dat is, Pinkeltjesland? Zo snel mogelijk. Een week. Kan dat? Nou, kan niet wat sneller. 2 dagen. Oké. 5. 5. Take it or leave it. Als jij zoveel vraagt voor een kabouter, dan ga ik wel naar een ander. Dan doe je dat. Oké. Als jij zoveel vraagt voor een kabouter, dan ga ik wel naar een ander. Dan doe je dat. Oké. Meneer de voorzitter. Deze tape komt uit het zakelijk archief van de heer Lindhout. Hetzelfde gesprek, maar dan met duidelijk een ander einde. In de versie van het OM lijkt de deal gesloten, maar op deze tape ziet mijn cliënt er juist van af. Kijk. Ik vind het prima dat de officier tussen de kabouters en Pinkeltjesland in dit gesprek diepere betekenissen meent te kunnen ontdekken die verband houden met de moord op de heer Moors. Maar hij zal toch ook moeten erkennen dat er in de versie van de OM geknipt is. Hier is sprake van absoluut ontoelaatbare manipulatie. Daar mag mijn cliënt niet de dupe van worden. Ik pleit daarom voor vrijspraak. Meneer de officier? Mag ik de voorzitter erop wijzen dat dit gesprek qua inhoud en duidelijkheid niks te wensen overlaat? Het is de opdracht tot liquidatie van de heer Moors. Maar toch niet op basis van dit gesprek. Het is de opdracht tot liquidatie van de heer Moors. Maar niet op basis van dit gesprek. Meneer de officier. Dit gesprek levert misschien niet... Precies. Levert niet het bewijs, laat dat duidelijk zijn. Er is hier gewoon in klip en klaar Nederlands gerommeld met bewijs. Het was geknipt en geplakt als op de kleuterschool. Punt uit. De rechtbank stelt vast dat dit bewijs niet als bewijs kan worden meegenomen.
blijft daarom onvoldoende bewijs over om verdachte wettig en overtuigend te veroordelen. De rechtbank spreekt hem daarom vrij. Zie nou dat het niet zo moeilijk is. Nina Bisschot? Je auto is klaar. En? Oh? Zo. Ja, bedankt. Oh. Wat hebben ze gevonden? Zo'n stapel bommen. Kan je die helaas geen lift geven? Een lift nodig? Dank je. We nemen een taxi. Heb je nou gezegd dat dit het laatste is dat je voor hem doet? Nee. Dat ga ik nu doen. Het is allemaal een kwestie van timing. Met deze aanslag lijkt een eind aan de liquidatiegolf die Amsterdam nu al jaren teistert, verder weg dan ooit. Dit was Kees van de Rest voor Nieuws op 7. Nou, laten we maar flink op de goede afloop drinken. Ja. Ik sta nog te trillen op mijn benen. Jongens, proost. En op jou, Marius. Dat je maar heel erg mag gaan genieten van al je vrije tijd. Cookie, je kunt altijd op ons rekenen. Hè? Als je er eens tussenuit wil voor een kort gedingetje of zo. Of een makkelijk civieltje. Nee jongens, Vintje heeft gelijk. Het is afgelopen. Zij verdient me nu. Oh. Oh jongens, ik ben kapot. Wil je een borrel? Maar is het de laatste keer geweest dat je me zoiets flikte? Wat? Hij belde me af vanmiddag. Iedereen spijbelt wel eens. Waar schrik je eigenlijk? Mag ik betalen? Ja, u bent in overtreding, mevrouw Van den Hoogen. Meneer Oostwegel. U mist het borreluur op kantoor. Nou, mis. Ik mis weinig hoor, meneer officier. Doet u mevrouw nog een keer hetzelfde en... Nou, laat ik eens gek doen voor mij ook. Hoor ik nu net enig misnoegen over Keizer en de Boer, mevrouw Van den Hoogen? Ach, misnoegen? Het is meer ongeduld. Ongeduld? Nou, mocht het... ongeduld ooit omslaan in misnoegen, dan moet u weten dat de deur van het OM voor u wagenwijd open staat, hè? Ja, u bent op fishing expedition? Ach, mevrouw Van den Hoogen, weet u, ons werk houdt nooit en nergens op. Daar proosten we op. Die boterham pakte hij zelf? Ja. En u wist niks van de allergie? Nee. Ze hebben hem gepest, zeker, maar ik heb een positie ingenomen. Ze waren niet op de hoogte van het gevaar van pindakaas voor Eddie. Hoe durft u zoiets te suggereren? Hij vroeg erom. Het is een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden. Hij heeft me er nooit iets van verteld. Terwijl ik hem misschien had kunnen helpen. Dit is mijn laatste zaak.